voortgaand verleden. Stichting Microtoerisme Inzicht helpt u uw historische kennis op een gemakkelijke manier groter te maken. Bijvoorbeeld door de geschiedenis van mooie steden in beeld te brengen. Maar u kunt op de website ook gratis historische stadswandelingen en audiotours downloaden. Nu het Zeeuwse Middelburg. Middelburg is beslist niet middelmatig. Sterker nog, het is top. In deze video maakt u kennis met de hoogte- en dieptepunten in de geschiedenis van de stad. De hoogtepunten zijn de mooie gebouwen uit de Gouden Eeuw en, in complete tegenstelling daarmee, de moderne architectuur. Het dieptepunt is ongetwijfeld het bombardement van 17 mei 1940. Laten we eens beginnen bij de kaaien. Wat de grachten van Amsterdam zijn, zijn de kaaien van Middelburg. Ze hebben namen als Londense kaai, Roaanse kaai, Rotterdamse kaai, maar ook Turfkaai, Bierkaai en Korendijk. Deze namen zijn niet verzonnen door een straatnamencommissie. De namen verraden het verleden. Ze verwijzen naar de plaatsen waarmee handel werd gedreven of de producten die er werden verhandeld. De meeste kaaien zien er prachtig uit. Na de val van Antwerpen in 1585 kregen de Middelburgse kaaien een extra impuls. De Antwerpse kooplieden kozen massaal voor verhuizing. Ook naar de Middelburgse kaaien kwamen ze, samen met hun fortuinen en handelsrelaties. Maar met de Rotterdamse kaai is iets bijzonders aan de hand. Hier geen statige herenhuizen, maar heel gewone doorsneebebouwing. Wat is hier gebeurd? Het antwoord is het bombardement van 17 mei 1940. Hé, zult u zeggen? Een bombardement op 17 mei 1940? Nederland had zich toch al op 15 mei 1940 overgegeven aan de Duitsers? Dat klopt, maar alleen Zeeland niet. Daar vochten de Fransen en die hadden nog zin in doorvechten. Dat heeft Middelburg geweten. De Duitsers hebben de binnenstad plat gebombardeerd met fosforbommen. Toen was ook het Zeeuwse verzet gauw gebroken. Hier aan de Rotterdamse kaai stond het Oost-Indisch Huis, kantoren en pakhuizen van de vroegere VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Een schitterend complex, helemaal weg. Maar het is in 2010 digitaal nagebouwd en leeft nu als zodanig voort. We kunnen er nu zelfs digitaal overheen vliegen. Hier kijkt u naar de jachthaven van Middelburg. Heel relaxed allemaal. Het is moeilijk voor te stellen dat het hier in de Gouden Eeuw een centrum van enorme bedrijvigheid was. Dit was de dokhaven met een werf waar in 200 jaar tijd in opdracht van de VOC meer dan 300 grote Oost-Indië-vaarden zijn gebouwd. En de baas van de werf, de opper-equipagemeester, woonde hier. Ouder dan de dokhaven is de Kuiperspoort van het Kuipersschil. Het is meer dan een poort, het is een middeleeuwse buurt. Als we het poortje uitlopen, komen we in de steeg met huizen die helemaal in elkaar zijn geclusterd. Echt een super nostalgisch straatje. Op de Dam staat de graanbeurs, die inmiddels zijn functie verloren heeft. In de vloer zijn nu kunstuitingen aangebracht. Wat u hier ziet is de barokke Koepoort. Het is de enige overgebleven poort van de 8 stadspoorten die Middelburg ooit rijk was. Beeldbepalend van Middelburg is de 91 meter hoge kerktoren die Lange Jan wordt genoemd. Vanuit de lucht heb je een mooi uitzicht over het centrum van Middelburg. Achter de Lange Jan ligt de abdij. Die stamt uit de 12e eeuw. In 1574 verloor het complex zijn katholieke bestemming toen Willem van Oranje hier introk. Vanaf 1812 is het provinciaal bestuur van Zeeland er gevestigd.
stonden de pakhuizen van de Middelburgse Commerciële Compagnie. Die compagnie heeft tussen 1723 en 1807 180.000 slaven van West-Afrika naar Zuid-Amerika vervoerd. Het Zeeuwse slavernijmonument daarvoor staat dus wel op een passende plaats. Het fraaie gebouw achter de fontein is de Sint-Joris-doelen. Vanaf 1582 de thuisbasis van het Sint-Joris Schuttersgilde. Het gebouw lijkt oud, maar is van na de oorlog. Het is na het bombardement helemaal opnieuw opgebouwd. Het Zeeuws Archief combineert oud en nieuw op een heel bijzondere wijze. Het oude gedeelte is het buitengewoon fraaie van de Perrehuis. Na 2000 heeft architect Van Bentum er een gedurfde nieuwbouw aangeplakt. Een glazen taartpunt aan de achterzijde. De combinatie stokoud-gloednieuw is een heel geslaagd voorbeeld van contrasterende harmonie geworden. Het bombardement van 17 mei 1940 verwoestte een groot deel van het centrum van Middelburg. Ook de bebouwing aan de markt. De Duitsers vonden het belangrijk dat snel met het herstel begonnen werd. Maar de uiteindelijke invloed van de bezetter op de wederopbouwplannen bleef beperkt. Rotterdam koos voor de herbouw voor de principes van het nieuwe bouwen, rationaliteit en functionaliteit. In Middelburg was de Delftse school dominant. Herbouw in een traditionele stijl die een harmonische eenheid moest vormen met een monumentale binnenstad. In tegenstelling tot veel naoorlogse nieuwbouw is de heterogeniteit van de panden van de ontwerpers van de Delftse school aangenaam verrassend te noemen. Meer dan 60 jaar na dato krijgt de herbouw volgens de principes van de Delftse school steeds meer waardering. Het hoogtepunt van Middelburg is ongetwijfeld het oude stadhuis in laatgotische stijl. In 2007 is het verkozen tot het één na fraaiste gebouw in Nederland. De bouw heeft tot 1520 bijna 70 jaar in beslag genomen. Al die tijd onder leiding van meerdere generaties van de Vlaamse architectenfamilie Keldermans. In 1940 brandde het stadhuis helemaal uit. Alleen de buitenkant overleefde de ramp. Middelburgers noemen de toren Malle Betje, omdat de klok altijd achterloopt bij die andere toren, die van de Lange Jan. Inmiddels is er in Middelburg een nieuw stadhuis. Dat ziet er heel anders uit. Het is gebouwd in de smalle zone tussen het kanaal door Walcheren en de spoorlijn. Het ziet er spectaculair uit. De Middelburgers noemen hun nieuwe stadhuis gekscherend het containerschip met de vier schoorstenen. We eindigen onze rondgang langs het mooiste van Middelburg met het groen glazen brugwachtershuisje. Door het subtiele spel met de gevelvlakken toont het huis van elke kant een ander gezicht. De architecten vielen met het brugwachtershuis in 2006 tweemaal in de prijzen. De prijs voor jonge architecten en de Van Eckprijs vanwege de zuivere integratie van de constructie in het geheel.